Wist je dat het heel belangrijk is om bewerkt vlees zoals hamburgers en gehaktballen goed te doorbakken? Weten wat je echt moet doorbakken is belangrijk om een voedselvergiftiging te voorkomen. In deze video leg ik je uit hoe dit zit en geef ik je meer tips voor het bakken van vlees. Dat je een kipfilet niet rosé moet eten is ongetwijfeld bekend. Maar ook hamburgers kun je beter goed doorbakken. Want hier kunnen dingen misgaan waardoor je goed ziek kan worden. En dat geldt eigenlijk voor alle soorten vlees en vis. 3 tips om het goed te verhitten. Verhit je eten altijd goed. Vooral bij vlees, kip, eieren, vis, schaal en schelpdieren is dit belangrijk. Want op dierlijke producten zitten vaker ziekmakende bacteriën. Door goed te verhitten maak je deze ziekmakers dood. Controleer of vlees en vis goed gaar is voor je het opeet. Snijd het bij twijfel even door. Kip moet van binnen niet glazig, maar wit zijn. Net zoals bij magere vis. Een stuk zalm moet als vlokken uit elkaar vallen. Let er bij eieren op dat het eiwit en eigeel goed is gestold. Verhit vlees op een middelmatig vuur en keer regelmatig om. Zo wordt het goed gaar, maar voorkom je ook dat je vlees verbrandt. Verbrand vlees bevat namelijk schadelijke stoffen. Toch zwarte randjes? Snijd ze weg. Pak aardappeltjes en friet goudgeel krokant en niet donkerbruin of met een zwarte rand. Zo krijg je zo min mogelijk verkeerde stoffen binnen. Restjes opwarmen. Verhit tot stomend heet en schep tussendoor goed om. Bij opwarmen in de magnetron is het belangrijk om halverwege het eten even om te scheppen. Zo wordt de hitte goed verdeeld. Warm restjes geen tweede keer op, omdat je dan 2 keer in de gevarenzone zit tijdens het afkoelen en weer opwarmen. Wil je maar een deel van het restje gebruiken? Dan kun je de rest beter in de koelkast bewaren of in de vriezer om het later op te warmen en op te eten. Dus verhit eten goed, controleer of het gaar is, voorkom zwarte randjes en warm je restjes goed op.